dan nog een gewone batterij? Oh, dan moet ik even mijn muisje opnieuw synchroniseren. Nee, kom je dan nog online in Fortnite? Ja, ik ben bezig. Fortnite. Was het nou AA of AAA? Gewoon twee keer A. Ja, zie je wel? 23 euro, 4 oplaadbare. 4200 milliampère. Oh, dat is niet zo duur, valt nog wel mee. Nee, dat valt, nou ja, op zich is het prijzig, maar je doet er wel lang mee omdat er een hoog apparage in zit. Ja, klopt. Maar ja, heel veel mensen beseffen ook niet van, als je hele goedkope koopt, er zit gewoon weinig amperage in, het zit ook heel goedkoop, maar ook niet voor niks, voor een reden. Ze hoeven niet best zo goedkoop te zijn, maar meestal zijn ze natuurlijk wel goedkoper. Want dan zet het amperage er nooit bij, maar ik weet dat nog van die fotobatterijen vroeger. Had ik op een gegeven moment ook 3800 of zo, toen ging het nog niet eens zo hoog. Had ik ook 3800, omdat ik daar gewoon, ja, daar kon ik gewoon een week mee doen als ik op vakantie was voor een fototoestel. Tuurlijk. Anders dan, ja, dan is het zo leeg. Ik had de eerste setje batterij was binnen een kwartier leeg. Ja, wat heb je aan die lage apparaatjes? Heb je eigenlijk helemaal niks. Maar dat zijn apparaten die zuipen stroom door het schermpje of weet ik veel wat, of het signaal. Yep. Maar ik wacht daar, kamen ze gleich! Even naar de Fresh Dance te kijken. Nee. Oh mijn god. What the fuck? Expressions. Oh my. Die is 200. Die ga ik kopen. Die ga ik kopen. Ja, ja, la la la. Welke? Yeah, ik heb iets gekocht. Welke heb je gekocht? V-Bucks. Woep woep. Yeah. Oh my god. Ik vind die. Oh my god. Oh my. Yay, Jubilation! Ja, ze hebben eigenlijk een notitie erbij gepakt. No, these items are only cosmetic, only, and grant no competition advantage. Heel goed, ze hebben het erbij gezet. Goed zo! Comment it so forward, ja! Ja, ik zit er al in. Ga jij mij uitnodigen of ik jou? Ik nodig jou wel uit. Ja, ik kan niet zo heel lang spelen, want ik moet goed naar binnen. Dat boeit me niet! Ik vaart to party! We gaan gewoon lekker tot de 3 uur nog spelen, boeit me echt niet. Nou, maak daar maar ongeveer 12:30 van ofzo. Jongen, je bent echt een oude lul aan het worden zeg. Ja, hallo, ik moet net over 7 oppakken. Je kan slapen in de trein. Dat kijk ik echt niet. Ah, het wordt voornamelijk luisteren, dat is zo moeilijk is het allemaal niet. Ik denk, oh ja, misschien moet ik even een tas klaarmaken om spullen in te doen en zo. Dan denk ik, oh, hoe ging dat ook alweer? Nou ja, en neem ik deel door 1 of deel door 2 mee en. Glijmiddel. Ja, en neem ik een doosje tissues mee of gewoon een sok. Het zal wel een mannen aangelegenheid worden, denk ik. Er zijn niet heel veel vrouwen bij. En ga je in pak of ga je niet in pak? Ik ga gewoon in een afgetrapte spijkerbroek met gaten om mijn reet. Oh, ik zou dat ook nog eens flikken ook nog. Ja, het is toch geen, het is toch gewoon in de klas. Je moet wel een beetje, je moet er acceptabel uitzien. Ja, dus je kunt gewoon naakt. In een driedelig kostuum te komen. Ik zou gewoon eigenlijk naakt erheen gaan. Met de kerstballen. Met de Christmasbal. Single bells, kling klang, kling kling. Nee hoor, ik heb nog een paar redelijk mooie schoenen die niet heel achterlijk zijn. Mm-hmm. En voor de rest heb ik gewoon een trui en een spijkerbroek, meer niet. Nee. Ik ben net zo slim in een trui dan dat ik in een overhemd ben. Ah. Behalve dat ik dan niet zo slim ben. Nou, je bent gewoon geniaal. Je bent niet slim, je bent gewoon geniaal. Nou, ik ben aardig geniaal, ja. Weet je wat, ik neem niet deel aan dit gevecht. Jij bent gewoon uber. Ik ga even mijn nieuwe dansje doen. Waar gaan we heen? Waar ben je toe heen? Gisteren mislukte dat helemaal, hè, dat piratenschip. Ja. We kunnen ook naar 100 Hills gaan. Nou, laten we naar het piratenschip. Ja, we moeten even lekker naar het piratenschip. Het piratenschip. Dat is zeer geil en gevaarlijk. Hallo! Mijn stem weer een klein beetje terug is. Iemand heeft gewoon ID Saiyan, oké. Okay. Of die heeft Dragon Ball gekeken. Hallo. Frank die Deutsch. Hebben die microfoon? Kunt ze mich hören?
Oh, ik krijg de idioot die half Duits lullen, geweldig. Kunnen ze die koerken? Is er mijn aard grassieren? Nee, maar ik ga dus deze video's worden dus opgenomen in 4K. Yay. Want dat kan nu wel, want dat is wel weer heel erg leuk met de GeForce. Nou, geef me wel de optie om het op te nemen in 4K. Omdat ik natuurlijk te weinig bandbreedte verbruik. Geweldig. Maar ik moet zeggen, het GeForce... Nee, jij gaat weg, vijand. Heel goed, vijand weg. Ga ik naar beneden, naar het andere huisje. Ja, daar gaan ze dus juist heen. Daar zie ik helemaal niemand. Land voor de rollers aan de andere kant. Ik ga normaal naar het schip en dan ga ik aan de noordkant erlangs. Dan ga ik gewoon eens aan de andere kant. Gewoon omdat het kan. Kijk, ik heb wel een paar toffe wapens. Ik hoop wel dat ze echt ooit een keer die zombies uitgaan. Echt, die zombies zijn echt heel irritant. Ja, die zombies was toen weer helemaal vergeten. Het is een leuke toevoeging voor één of twee keer. En daarna is het eigenlijk... Eigenlijk alleen op Halloween zelf moeten doen ofzo. Ah, morgen gaat de dit weekend gaat de klok achteruit. Ja, de klok gaat ook nog terug morgen, ja. Dus ik kan wel een uurtje langer slapen. Dat is wel lekker. Ook bij een ongeluk. Nou, ik moet zeggen, ik hou van de wintertijd. En daar ben ik ook helemaal gek op. Alleen het enige waar ik niet van hou is die kutregen. Daar ging het al goed los. Nou, toch zelfs zo dat de boordcomputer van mijn e-bike dus niet meer wou connecten met mijn e-bike zelf. Dat komt natuurlijk door dat water. Ik heb natuurlijk een afneembaar display. En er zat water tussen. Vocht. Dus ja, ik heb vochtvreter besteld onderweg tijdens het fietsen. En ik hoop dat dat morgen binnenkomt, anders haak ik even een setje op bij de fietsen maken. Dus ja, ik ga even kijken. Maar ja, ik denk dat een beetje contactspray en vochtvreten dat het best wel goed werkt. Want ja, in een... Het is juist heel goed tegen vocht. Ja, en het feit is natuurlijk, het is natuurlijk een afneembaar display. Dus ik was ervan bewust dat de mogelijkheid bestaat dat er dus vocht tussen komt. Ja, tussen de contacten. Maar ook echt in het display of inderdaad alleen de contacten? De contacten. Dan erop. Dus ja, weet je, het is redelijk te overzien en zo duur is contactspray niet. Nee. Dus ik denk als ik dat gewoon gebruik, dat het dan gewoon veel beter komt al. WD-40? Nee, WD-40 zou ik niet zo gebruiken. Dat is toch ook contactspray, of niet? Nee, dat is olie. Ik snap dat je nog een hele hoop moet leren, maar WD-40 is gewoon olie. Zijn allerlei mechanische onzin gaan vragen, dat weet ik niet. Nee, daarom. Ja, dan moet je allemaal nog leren kijken en... Maar ja, ik heb al een server speciaal voor jou klaargemaakt. Die je dus als je het nodig hebt op remote kunt benaderen, kun je server dingen gaan leren. Wat dan? Ja, ik ben goed voor je. Ja, dan moet je nu eigenlijk zeggen dankjewel. Dat is het moment. We eigenlijk net beginnen aan procesmanagement. Heel saai. Nee, maar ik geef je toch al toestemming voor een servertje. Hij staat voor je klaar. Dus ze zeggen, ik heb hem nodig. Geef ik je door nog ingegevens. En kun je lekker van kankeren ermee. Ik zag dat er ook iets stond van programmeren. Oeh. Waarom schiet je dat nou? Ja, ik heb een heel boek erbij van programmeren zelfs. Ja, dus als je het nodig hebt, het is er voor je. En je hebt gewoon een dikke vette Xeon met aardig wat geheugen tot je beschikking. We kunnen van deze heuvel af. Een riftpunt. Een riftpunt, maar een riftpunt. Oh, ik zie bij jou daar, oké. Ja, maar ik sta hier ook.
Dat is wel heel makkelijk, aangezien de shield wall op ons achter gestormd. We kunnen naar Tilted Towers. Ja? 1, 2? Jij bent, even kijken, blauw? Ja, we gaan naar blauw, ook goed hè? Ja. Nou, ik ga maar naar het dichtstbijzijnde punt. Ja. Je kunt ook op de heuvel landen naast. Oké, er zijn wel vijanden onderweg naar Tilted Towers. Dat is bleek. Oké, ik denk dat ik helaas genoodzaakt ben om in gevecht te treden met een vijand. Hou al die heuvel ernaast. Met zombies. Gelukkig heb je die zombies niet bovenop die piraatschip. Haat die zombies. Ook een sniper rifle. Schade aanrichten. En 322 hout. En ik word een twist. Zo. Wapens gewisseld. Eentje is gedood. Dus ik ben weer happy. Ik heb iemand doodgeschoten. Ja, sorry, ik kon het niet laten om hem neer te schieten. Ik moet. Wel heel moeilijk. Heb je nog een kwad trouwens? Een beetje verleid. Sniper rifle. Wil jij nog een sniper rifle doen? Heb ik al. Die heb ik gekregen toen ik een vijand doodde. Oh fuck, ik zit nu wel in die storm. Beetje jammer. Sorry, ik hoorde een... Even opstaan. Waar ben jij? Ja, ik hoorde in een gebouw hoorde ik een snipe, een treasure chest ergens. Waar is die treasure chest dan? Oh, zat die weer verborgen? Wat gaat die lul doen? Ik adviseer hem wel op te schieten. Heel eind weg. Ik sta hier beneden in ieder geval. Daar ben ik. Oké. Ik kom naar je toe deze zomer. Ja, sorry, ik moest me even genezen. Dus. Ik had AIDS en ik moest even wat AIDS-medicatie nemen. Ik kom naar je toe. Wacht op mij, jij buitenlander. Oh? Onze teammate zit nog gezellig in de storm. Gezellig. Ja, die gaan het niet redden. Die zijn nog steeds in Tilted Towers volgens mij. Hey, dit wordt leuk, we gaan hier recht over een gebied vol met van die monsters. Maakt niet uit, ik zou gewoon jumpen als ik jou was, of gewoon proberen te doen.
Nou, bijna de souls te pakken ook, hè. Dat was nog bijna te pakken ook. Ja. Ik rij wel langs tussen niveaus, want ik heb niet zoveel zin om daar weer in terecht te komen. Zou je dan zien dat daar weer vijanden rondlopen? Ja, klopt. Oh god, dat is het weer zo'n ding hoor. Weg met die kutzombies, ik ben er helemaal klaar mee. Hier is er wel een hele hoop gebouwd. Ik ga door, laat me anders gewoon doorgaan. Ja, I don't know Saiyan. Okay. Is alweer dood, oké, althans verwond. Hier een treasure chest. Sniper uit. Kut, enemies! Dood. Kut. Ze hebben mij niet gezien. Nee, je hebt je mazzel. Ik zit er wel precies boven, joh. Dus op. Ik ben wel zichtbaar door het raam. Kanker. Kut weer, hé. Die vijanden naar mij hebben gezien. Jij kan gewoon weglopen. Niemand ziet jou. Daar, achter je, achter je. Voor je. What the hell? Echt overal weer, hè? Die is echt niet te veel van het goede. Kanker! Ik had alleen maar hem gezien, die vijand, en te laat haar. Oké. Okay. Hij bukt. Ja, actief is hoer. Je hebt 6 helft over, hè? Ja. Dat is bijna te pakken. Mooi. Nou, eindigt het avontuur weer vroeg. Ja. En zo. Maar dan beter gewoon weer op die kwad kunnen springen en door kunnen rijden. Mm-hmm. Kijk, ik ga even mijn nieuwe move doen. Echt? Ik vind het helemaal plastic. Het staat echt helemaal nergens op. Het spijt me echt zeer, maar. Helemaal gratis. Helemaal gratis. Als je 30 kunnen schoppen, dan krijg je niet alleen een nieuwe flyer, een nieuwe zwever, maar ook nog een bijl. Yay! Een andere bijl. Ik weet het is alleen maar cosmetisch, maar... Hij doet toch wat met je. Wat? Dat maakt je dat trots! Dat groeien. Morgen tegen mijn klasgenoten. Hoe voel je nu dat je hier nu zit? Het doet een beetje, het maakt het je trots. De groeien. Duitse soldaat, die groeit uit de soldaat. Kom jij naar binnen, weet je wel. In je Duitse uniform, weet je wel. Hup. Met het lijf, met de logo van Oberstum bij een vuur, weet je wel. Kom je zo binnen. Hoe is dat educatie? Heb je echt weer die in het educatie lager? Nou, ik zag alweer dat je moet al je koffie en thee kennelijk zelf betalen. Oh, lekker. Ja. En we hebben een kortingsfoutje gekregen, maar een broodje is al 3,75 of zo.
Dat is niet goedkoop. Nee, dan zag ik dat recht tegenover de, of schuin tegenover dat pand zit Subway. Oké, dan krijg je wel veel meer waar voor je ja, geld. Ja, dus ik ga daar wel even een broodje halen. Ja, dan krijg je en, veel meer waar, het ja joh. Het station trouwens. Nou, daar heb ik geen trek in, maar ik ga wel even naar de Subway, haal ik daar wel even wat. Dan, ben je, ja. Dan krijg je veel meer value for your money. Hallo! Nee, geniet ik. Ik kan best heftig kreunen, maar mijn stem is te verrot daarvoor. Ik kan gebeuren, jongen. Komt wel goed, schatje. Laten we naar Lonely Lodge gaan. Lonely Lodge! Jawohl! Jawohl, ook man, dat is zeker goed. Lonely Lodge! Ja, la, la, la. Oké, GeForce Now over een 4G-verbinding. Gaat best wel goed. Ja, mooi man. Stream. Net als we YouTube kijken of zo. Ja, ja, we zijn ook gewoon natuurlijk perfect, hè. Het feit dat mijn Ziggo-verbinding er half uit ligt. Nou ja, dat netwerk van de Mentals beschrijft wel perfect hoe je zoiets op kunt. Ja, kijk, goed zo Mark, dat hoor ik graag. Ik ben, ja. Ik ben echt een hele trotse vader. Ik moet eerlijk zeggen, dat boek van Microsoft, ondanks dat het geouwehoer in het Amerikaans-Engels is, zeg maar. Mm-hmm. Dat was het simpelste boek om te lezen, wat er allemaal bij zit. Ik heb boeken in het Nederlands, ik heb andere boeken in het Engels, op slap geouwehoer en het is dodelijk saai. Nou, ik ben echt trots op je, dat je dat... Ja, dat maakt je trots. Ja, echt, dat maakt me zo trots, weet je wel. En dat jij ook nerd gaat worden eindelijk. Laat een baan zoeken. Anders dan kickt de UWV me op een gegeven moment uit mijn huis. Nee, ik vind gewoon dat je bij de HEMA moet gaan werken, want je wordt je roker. Dat is aan de jonge studenten, dat vind ik helemaal hartstikke leuk. Dan word jij dus rookworstenverkoper. Yo. Kassa, hallo. Spaat hij ook slim? Wilt u een zakje om deze snipjes? Je weet, een zakje kost 20 cent. Maar wel meneer. Een hele strakke botje, maar meneer, waarom koopt u condooms? Een vuilniszak doet ook prima werk. Zakje. Ik gebruik altijd een plastic zakje. Een plastic boter in mijn zakje, hè? Allee. Koop je nou condooms? Ik gebruik het in een plastic zakje. Ja joh! Ja, en ik gebruik ook heel vaak gewoon een sok, die is lekker transparant en zo. Ik goed was voor het einde. Was je alles er zo weer uit? Ik heb wel veel van die kutzombies hier. Fijn ze. Paddenstoeltjes. Waar de paddenstoelen huisjes staan. Ja, dat is 81 hè, die serie zag ik laatst. Ja. Lang geleden. Nee, ik hoop een keer die Viking Dance te kunnen kopen. Als ik ooit een keer genoeg gratis ja, krijg. Dat was niet een epic. Was het epic of was het een rare? Voor mij was die 600 of zo. Maar ja, daarvoor gaan we gewoon helemaal zelf spelen uiteraard, want we kopen niks. We gaan er geen geld aan uitgeven. Nou, we hebben letterlijk geen euro eraan uitgegeven. Nee, we worden steeds beter. We krijgen ook een capeje. Ja, die hebben we ook al. Op gil van die monsters. Wel gek wel eens, voor de eerste 10 jaar dat ik weer in de klaslokaal zit. Lang geleden. De laatste keer dat ik in een klaslokaal zat, had ik alleen maar te clearen. Ja, de laatste keer dat ik echt in een klaslokaal zat, is gewoon een jaar geleden. Ja, dat is een miljoen jaar geleden volgens mij. Ja, maar ja, kijk, eens word je groot, hè, dan ga je weg van school. Ja. En dan heb je een baan en ben je in mislukt en dan ja, ga je toch maar... Veeën worden. Ja.
In een banenbeer. Nou, dankjewel Ronnie. Dat was nou net de steun die ik nodig had. Dat weet ik. Daarom geef ik het ook op die manier, weet je wel. Gewoon omdat ik weet dat je het anders betaal niet aan kunt. En dan doe ik het gewoon op die manier. Dat heb ik zelf ook onderkend. Ik bedoel, echt mislukt wil ik ook niet zeggen. Want ik ben wel ergens gekomen. Maar ik kan gewoon niet zeggen dat ik echt geslaagd ben. Dat kan toch niemand zeggen. Dat zou veel van het goede zijn. Ik ben redelijk gekomen waar ik al die tijd wou komen. Maar niet dat ik echt de perfecte banen erbij had. Nee, we hebben wel redelijk stabiele banen gehad. Ja, ik werkte over het algemeen ergens langer als jij werkt in een bedrijf, inderdaad. Dat... Ja, mijn record is 2,5 jaar. Ah, dat is een net record, inderdaad. Die van mij is 2 jaar. Althans, als ik Ahold niet meetel, want dat was de studentenbaan. Ja, precies, daar heb ik ook 9 jaar gewerkt of zo. Maar ja, ik vind dat dan niet bepaald representatief. Ik heb 5,5 jaar voor Ahold gewerkt. Oké, en als ik het auto wassen ook erbij bereken, ja. Weet je, als je het op die manier gaat... Het is wel... ervaring, bedoel. Je hebt er wel dingen van geleerd. Je leert wel een beetje werken. En nou, werken is goed. Dat soort dingen. Nee, het is alleen voor domme mensen. Ja, zo is het helaas. Ja, kijk, wij zijn geniaal. Dus wij weten gewoon van wat wij moeten doen met werk, maar... Tegen mijn moeder zeg je, hoor, dan wordt ze boos. Echt helemaal. Ja, sorry maar, merk is voor de domme. Kijk, ze echt zo heel bedenkelijk boos. Kijk ze me aan, echt fantastisch. Even kijken, oh, we zitten in de cirkel, dat is mooi. Oké, die zombies zijn nou eigenlijk best wel vervelend. Ik denk wel dat je over 1 minuut 12 die shield wall naar ons toe komt. Ja, oké, we zitten... Welke shield wall? We zitten in een cirkel. Ah, we zitten erin. Zombies te lijf? Ja, laat het maar gewoon doen. Ik heb nog liever dat je een crossbow met unlimited ammo. Nice. Helemaal geen zombies. In deze ze zijn? Nee. Oh. Daar dus. Maar soms geven ze best wel tering voor goede loot. Ja, zeker. Heb jij nog wat shield potion? Nee, ik ben helemaal full stacked. Okay. Zullen we op zoek gaan naar de volgende rij zombies? Ja. Kun jij er ook op, Mark? Ja, waar gaan we heen? Ik weet niet waar je heen wilt. Ik ga even de tweede pakken, want we hebben er maar één. Oké, laten we daarheen gaan. Dan moet hier nog eentje zijn. Laten we niet naar die zombies gaan. Moet hier niet nog... Oh, er staat hier maar één. Oké, dus we moeten helaas lopen. Laat hij die zombies maar mee lokken. Ik vind het allemaal best. Oh, we gaan naar die ballon. Ma
Mag er nog wat bij die ballon? Nee. Ik heb alleen ammo gehad. Ik ga doorlopen naar de cirkel als je het niet erg vindt. Ja. Ik ook. Misschien als ik onderweg nog wat zombietje. Oh nee, ik ga weg met de kutdingen. Haha, la 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 la. Daarna even oprot met die quad van je in plaats van me de hele tijd een duw te geven. Ik ben het op je quad. Wat hem je daarna uit op? Gast met die kwats, echt super irritant. Wat is er met je allemaal te doen? De reden waarom ik het deze omdat ik ammo nodig had, dus vandaar dat ik ze te lijf ging. Ik vind wel dat ze iets te veel zombies in dit spel hebben geplaatst aan het goede. Iets te veel aan het goede hier. Ik had een hunting rifle, maar kennelijk heb ik daar geen kogels voor ofzo. Dat wordt heel apart. Hoe begint hij weer met dat? Oh, wat een idioot. Waarom blijft hij zo achterna rijden met die quad? Ik ja, wil dat niet. Ik ook niet. Ga weg met die quad, man. Ik vind het zo irritant. Lekker toch op, man. En als hij verwond? Ja, nou laat me lekker liggen. Hij is in stand. What the hell are you doing with that quad? Come on. Ja, nog een medkit. Hoe ver is die eigenlijk? Ah, hij is te ver weg. Gaat hij nooit redden. Het spijt me, maar jij bent zelf. Moment, ik schaam me. Ik ga er lekker omheen, denk ik. Ik heb geen zin in een. Ik heb ook geen ammo verder meer nodig. Dus. Ik ben even kijken in het fort. Zijn mensen in of heeft iemand daar nog iets gebouwd? Wat is dit? Een gebouw is dit, zeg. Ze geven wel heel doodleuk ammo af, en dat vind ik dan wel weer grappig. Maar ja, daar is ook alles mee gezegd met het woordje grappig. Recht voor ons zitten enemies. Ik dacht dat ik eens. Oh, ik heb geen sniper rifle meer natuurlijk, ook in de vorige ronde. Ik heb een hunting rifle, maar ik heb geen kogels. Wat gaan we doen? Gaan we gewoon silent spelen en gewoon die beesten. De rest laten doen en gewoon niet op die zombies afgaan, dat ze gewoon compleet gaan negeren. Ja. Nou wel, dat gaat moeilijk worden, maar. Ik denk dat we naar Salty Springs moeten. Kijk, daar zijn ze aan het bouwen, bij de berg daar. Ja. Dus daar moeten we oppassen, althans daar waar ik naar kijk. Daar zijn ze aan het bouwen. Nee!
als je, nu horen ze ons waarschijnlijk, maar dat moet jij weten. Heb je niet zo'n... Heb je niet een crossbow of zo? Nee. Nou, daar zou ze dat bouwen. Hij is bij weg. Zou hier kunnen schuilen? Waarom ook niet? Ze moeten toch naar ons toe komen. Nee! Wegwezen, kutbeesten. Of kutzombie, whatever. Ik denk dat we net binnen de cirkel. Ja, net. Dan zit hij ook echt. Oeh, ik zie een appel. Trouwens, heel veel. Kijk je nu. Heel veel wapens liggen. Waar ik nu heen loop. Ja. Heel veel shield potions. 3 shield potions. Namelijk shield potions. Ik weet niet of jij nog wat nodig hebt. Ik ben behoorlijk vol met shield. Maar ik zit hier een beetje verdekt opgesteld. Ah, kut, een enemy! Kut, kut, kut! Kut! Waar komt die nou ineens weer vandaan? Ah! Kijk maar uit, want hij komt naar je toe. Ligt dat huis. Waar je bent. Kutzooi, waarom ging ik er ook heen? Ik had beter niet kunnen doen. Ik had het met mijn loot. Kijk daar, daar loopt hij. Ik zie hem. Jij hebt geen Nope, het wordt voor mij onmogelijk. Ik laat hem wel gewoon naar hem toe komen. Ben je niet beter in het huis gaan zitten dan? Daar zie ik nog iemand lopen. Ja, maar het feit dat het huis is, dat zit heel dicht op de rand zometeen. Voor de linkerkant word ik geschoten. Ja, ik ook. Daar. Klinkt wel heel erg aantrekkelijk om daarheen te gaan om gewoon af te knallen. In het huis toe, ja daar. Daar, daar, recht voor je, recht voor je. Wat dan, wat ga ik bouwen? Ik drukte niet de knop in voor bouwen, maar ik wil iets bouwen. Oké, ik drukte echt geen knop in voor bouwen. Ja, ik dacht ook al, wat ga je nou bouwen? Misschien maak je een ladder. Nee, ik wou daar helemaal niet bouwen. Ik heb nog echt wel problemen met... ik heb wel eens problemen dat hij laat reageert. Maar jij hebt echt problemen dat hij anders doet. Klopt. En die Oga Boga Boga is in ieder geval dood. Dat is goed. We waren er weer heel dichtbij hoor. Ja, ja. Zeg, groot stapje, waar ga je heen? Zo alleen. Alleen. Zeg, groot kapje, waar ga je heen? Zo alleen. Ga naar oma koekjes, breng je in het bos. Zeg, groot kapje, waar ga je heen? Met papmachine geweer, met papmachine geweer. Jee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 
af en toe is de game een beetje vaag. Ik bedoel... Ja. Je hebt zo in de hele tijd best wel veel vertraging weer tussen zitten. Het zal me niks verbazen. Slechte film, Anaconda 3. Waarom zijn er dat überhaupt uit? Anaconda 3, die vind ik helemaal niet eens leuk. Ik word een slechte film hiervan. Nee, het is allemaal heel slecht geacteerd, ook met van die B-acteurs, weet je wel. Hey, 10-19.
Nee. Ik heb het natuurlijk expres zo langzaam gemaakt. langzaam gemaakt. Dat je eigenlijk wel moet kopen, wil je alles hebben. Klopt, ik zit nog steeds op tier 16, maar ik doe ook niet 100% alle moeite natuurlijk. Ja, zolang is Season 6 nog niet uit, dus dat betreft. Ik neem nog even een rangetje. Ah. Ik zat alleen te twijfelen of ik mijn laptop nou mee moet nemen morgen. Volgens mij is dat helemaal niet nodig. Nou, je kunt voor de graf meenemen. Ja, ik ben wel een nerd natuurlijk. Ja, ja, en je moet natuurlijk wel al je pornoblaadjes meenemen. Kijken het gedownloade pornofilms kijken in de trein. Kom je eraan met een hele boodschappentas van hardware het info magazines, weet je wel. Nou jongens, even de server opzetten. Om kabels. Maar meneer, dit gaat over communicatie. Ja, ik ben aan het communiceren. Ik leg je hele internet hubs aan en je maakt verbinding met Cisco Bunny, WebEx. Ik zou je even op willen houden, heel irritant. En dan ga ik eens Fortnite spelen en wel. Dag, ik verwacht wel wat nerds tegen te komen morgen. Waar gaan we heen? Wailing Woods? Ja, is goed. Of Music Grove? Nou, Wailing Woods is goed. Wordt dit mijn laatste game? Ik moet helemaal borrelen. Oh, dat lucht erop zeg. Het zit al de hele avond dwars. Kijk, maar ik heb het ook wel eens gehad. Ik heb echt zo'n opgeblazen gevoel en dan probeer je het eruit te voeren, lukt niet. En dan ga je op een gegeven moment een keer zitten en dan denk je zo... Oh, heerlijk gevoel. Er komt nog een boer uit en die stinkt jongen, stinkt niet normaal, recht uit je maag. Ja, ik heb ook vandaag had ik ertessoep gegeten en het niet een wind. Oh mijn god, deze is een keer een kanker. Over het algemeen wel, dat heeft wel een gretig aftrek, zeg maar. Daar komt ook een vijand heen. Naar Wailing Woods, maar die kunnen wij beide wel aan, denk ik. Oh, hij gaat toch afbuigen, heel goed. Wees wel. Opletten zometeen. Oh. Microfoon activeert. Deze, ik heb twee sniper rifles. Epic? Oh, ik hoor hem al. Oh, heel vervelend dat die zombies ook naar binnen kunnen komen. Zullen wij zo gaan jumpen, Mark? Helemaal goed gedaan. Laten we eerst maar een beetje hakken, hè. Jim, nog enemies. Shield potion teken en zuip het op, zou ik zeggen. Ik kan dus nog ammo. Ja, maar kijk, ik wil hier gewoon liever wegwezen. Ja, twee.
Waar gaan we heen? Weg van hier. Oh, enemies. Ik stel voor dat ik hierheen ga. Het huisje waar ik nu afdwaal. Ja? Oh, dat huis. The Lonely Lot. Ja, hier is nog redelijk clean ook nog. Wil jij een sniper uit voor mij? Ga eerst even kijken of ik eentje kan vinden. Tenzij je er twee hebt uiteraard. Ja, ik heb er twee. Maar heb ik een heavy sniper rifle zelfs? Die heb ik nooit gehad. Graag. Wat is dit dan? Oh, een heavy sniper rifle. 150 damage. Jezus. Alsjeblieft. Dank u. Achter is een shield potion. Ja, ik ben helemaal full stock met shield potions. Neem ik jouw wapen hier? Ik heb ook een chip druk. Ik ben naar het huis te gaan. Hey, beneden staat een automaatje. Hey, oké. Ja, welke ga ik ervoor in de plaats nummertje 3? Ah, ik moet even wat hout hakken. Oh, dat zou een Wailing Woods niet zo moeilijk zijn, denk ik. Ik ga een hout hakken en ik krijg staal. Dat is wel interessant. Kennelijk is er toch een hoop staal in dit huis. In het bos, in het bos, woon kleine joetjes. Ja. Klein, klein negertje, wat doe je in mijn huis? Eten niet, ze drinken niet. Je stelt hier al mijn spullen, la 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 la. Naadlaunchen is ook altijd verdomde handig om bij je te hebben. Je kunt die monsters trouwens ook gewoon neerhakken met je pickhouder. Kan ook. Nadruk op pick. Dat is heel leuk hoor. Je bent hier een les te krijgen, niet om flauwe grappen te maken. Zou je daar nou mee op willen houden? Nee. Een arbeid doen is toch wel leuk. Weet je wat het is? Sinds ik op school dus altijd een beetje de pia's uit zat te hangen en het echt bloedirritant was voor die leraren, ben ik in meetings, nou dan probeer ik altijd goed te luisteren, weet je wel, omdat ik gewoon serieus ben. Maar moet je eens opletten hoeveel mensen dan gewoon bloedirritant gaan zitten doen. Het is zo irritant, denk ik, zit in een serieuze meeting, want je hebt altijd best wel even ruimte om even een grapje te maken of zo. Maar dan zit ik in een serieuze meeting en dan zitten mensen gewoon moppen te tappen, weet je wel. Ik kan er heel slecht tegen, denk kom op, best wel serieus. Ik ben niet op de kleuterschool. Ik ga even mijn sniper nog even uitproberen. Kijken of ik zo'n zombie neer kan knallen. Oh, wacht, ik heb een...
krijg er altijd tyfus voor ammo van. Ja, die Chuck Chuck? Ja. Hier hebben we ook een Rift to go. Yay. Ja, die Rift to go mee? Ja, maar dan heb ik te weinig. Dan moet ik een ding inleveren. Ja, Ronnie, het leven gaat om keuzes maken. Nee, dan ga ik hem niet gebruiken. Oh wel, ik moet er best een eindje lopen, zie ik. Maar goed. Ja, we moeten inderdaad gaan lopen. Hè? Ja. We staan namelijk helemaal bij de Lonely Lodge. Ben jij? Ik kijk van het rennen. Jij wou weer teruglopen, dus ik moet alvast aan het rennen. Maar er is ook geen quad hier tussen vandaar. Nee, soms staan ze er wel, soms helemaal niet. Er is nog een consistent erin en... Oké, dat lijkt... Ja, hier staat een quad. Oh. Moet ik ergens op komen pikken, Mark? Ja. Ik heb me niet zo ver weg van mij. Die ding is echt kut te besturen, echt waar. Je rent vlak achter de shield wall. Ja, ik zie dat jij helemaal terugrijdt. Ja, helemaal voor jou kom ik terug. Ja, ik ben al achter de shield wall aan het aanrennen. En ik was uit de shield wall, hè? Ja, ik weet ook niet waarom je de shield wall weer bent ingegaan. Ik zou ook wel, ik ga rechtdoor. Maar ik kom naar je toe. Speciaal voor jou. Nou, precies waar we net ook waren. De hele tijd achter die stomme shield al aan het aanrennen. Bastard. Ik heb alleen niet zoveel health meer. Dat is wel een beetje jammer. Ik moet mijn takjack gaan drinken, maar dat vind ik wel heel erg zonde. Hier kan, kijk eens. Ja, daarom. Daar heb ik ook niet zoveel zin in. Ik zag net allemaal bandages voorbij komen. Rest assault rifle. Ja, ik ben toch bang dat ik hem maar ga gebruiken. Ja, ik weet niet of het handig is om hem toch maar te gaan gebruiken, maar... Check, check. Ja, ik vind het ook eigenlijk best wel zonde. Volgens mij is een enemy. Oh. Mooi, we hebben toch een sniper rifle of niet? Ja, die heb ik. Zullen we daar gewoon maar even gebruik van gaan maken dan? Ja. En er twee. Shit. Zullen wij gewoon een... Ga die Chuck Chuck gebruiken, want anders dan overleef ik het niet. Ja, ik ook maar helaas. Zet het busje verderop, onder die... Elektriciteitsmast, daar zitten nog allemaal spullen. Oh, ik kreeg gratis. Codes op enemies, maar ik werd dus aan de overkant beschoten door iemand. Huh, wat gaan we doen? Gaan we hier blijven hangen? Ja, ik zou kunnen schieten.
Waarom ook niet? 150 hit. En hij leeft nog. Dat is interessant. Op uitsteek. Steek maar één keer je kop uit even dood hoor. Weet je wat, ik ga mijn rocket launcher op afschieten. Funny shit. Goh, ik zat er richting, idioot! Zit eigenlijk wel goed hier. Ja, maar dan gaat die idioot gaan voor me zitten bouwen uit van het chemico. What the fuck, ik was aan het richten. Ja, fijn dat je ammo wilt. Pak het maar zelf. Jij gaat maar... Jij brengt me de problemen. Waar is de voorrond? Zijn ze dood? Er ligt een gouden Bildefort. Fijn wat jij wilt, dan niet, dan krijg je niks. Ook goed. Jij wilt wat? Nou prima. Ik snap niet wat jij wilt. Waar gaan we heen? Weet ik niet, we zouden er toch richting de studio moeten langs, man, zometeen. Naar het gebouw recht voor ons? Ja, laten we toch maar proberen. Maar weer zo'n kind, die andere. Ja, net zo'n irritant Brits kind waarschijnlijk dat we eerder... You fat bastard, get on my bike, you fat ass. Ja, ik heb hier zo'n fat jelly belly. Volgens mij is dat echt zo'n irritante bully op school. Nou ja, dat had mijn kind moeten wezen. Of mijn neefje. Had een lange trap tegen zijn kont gehad, hè, maar... Oeh, ik heb hier wel een perfecte uitkijk. Ben jij op het dak? Nee, ik zit in het gebouw voor meer cover. Nee, ja, toch. Maar naast me hoor ik alweer enemies overal vandaan komen. Wat gaan we doen? Ja, goeie vraag. Beetje in de weer lopen, ze staan ook in gevecht met elkaar. Jammer dat het ding zo langzaam herlaat. Het is helemaal afgesloten. We moeten ook rechtdoor de andere kant op eigenlijk. Mm-hmm. We moeten eigenlijk weg van dit gebouw. Oh fuck, ik wist niet dat ding hier zat. Nog gouden monster staat hier, nou. Mooi. Er spant iemand boven ons, dus pas op. Ja. Gaan we aanvallen? Nu heb ik geen kans meer. Alhoewel.
We zitten gewoon in de laatste vijf. Geweldig. Als we die twee afmaken, hebben we gewonnen, Mark. Ja. Ja. Als we die twee afmaken, hebben we gewonnen. Achter je. Oh, tyfus. We hoeven er nog maar één af te maken, Mark. Nog maar één af te maken. Wat nou ben je aan het doen? Ja, we hebben to go. We moesten toch weg. Ja, maar je weet toch wel... Er is er nog één. Juist, dat zeg ik al de hele fucking tijd. En jij gaat riften, idioot. Nee, maar we zijn toch veilig? Kijk, al die monsters. Ja, maar... Je, ook mooi meebewegen. Je weet wel dat ik op die vijand aan het schieten. Kijk, hij zit precies onder ons. Ik was op hem aan het schieten, idioot. Ik schoot op hem. Ik schoot op hem en jij gaat riften, dus waardoor ik hem kwijt was, anders had ik hem neergehaald. Ah, kut! Dat bedoel ik, jij ging riften, terwijl ik hem vol in de aanval had. Ah, vind ik geen probleem, we hebben het goed. Hoe kan hij me met één schot omleggen? Ik was 80 health ofzo. Ja, ik was dus bezig met hem te raken, maar ja, je ging riften, maar het maakt niet uit, we hebben het geprobeerd. Ja, ik denk, nou ja, we moeten weg, want dat monster zit achter ons. Nou ja, we hebben het wel heel ver. We zijn tweede geworden. Ja, maar niet uit. We zijn tweede, hè? Ja, dat... Ja, ik heb 74% accuracy, 92 niet, 99... Headshot. Came in second out of 96 plays. Dat was bijna... We waren er nu zo dichtbij. Ah, kut. Mijn schuld. Ik vergeef je. Ik neem de schuld geheel op mij. En met deze wijze woorden... Gaan wij stoppen. Ga ik er vandoor, want ik moet morgen nog naar school. Hey, ik zeg wel rust en veel plezier op school en ik zeg spreek je morgen. Ja, Cella! Even kijken hoe hoog ik nog sta.